Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. 2019 kreeg ik de eerste appjes van Jur dat hij last had van de hanen. En u heeft er geen last van? Ja, ik hoor ze ook kukkelen. Had je ze alleen terug ik verzorg moeten ze geven? Wel voor. Nee, want ik je maakt ze direct dood. Ik heb verschillende malen overgevraagd. Je laat je kip te verpieren. Zijn winterhart. Weken heb ik tegen een dood schapen moeten kijken wat je uiteindelijk met petroleum in je hersens. In de brandstof. Het is bizar. Ja, goed, het is mij helemaal duidelijk. Ik vind de buurman een ontzettende egotripper. Nou, in alle eerlijkheid, ik denk dat het sadistisch is. Het is een kip zonder kop. Laat hem maar kraaien, laat hem maar koekelen, echt. Ik schreeuw helemaal niet, ik praat gewoon. That's it. Oh ja, rustig aan. Ik ben onderweg naar de kop van Noord-Holland, naar het plaatsje Anna Palona om precies te zijn. Daar woont de 50-jarige Jur al jarenlang met heel veel plezier op een boerderij die hij gedeeltelijk ook verhuurt aan toeristen die lekker even een paar dagen de frisse lucht van het platteland willen opsnuiven. Maar daar zit nou net het probleem, want zo fris is het bij Jur niet meer. En dat komt allemaal door de enorme beestenboel in de achtertuin van zijn buren. Want die dierentuin die veroorzaakt zoveel stank en geluidsoverlast dat de mensen bij Jur niet meer willen logeren in zijn bed and breakfast. Ja, dat mensen ontevreden weggaan, dat is niet wat je wil. Je wil eigenlijk dat mensen hier gewoon met een blij gevoel naar huis gaan. De buren in kwestie, Tom en Hanneke, snappen helemaal niets van het geklaag van hun buurman. Hun leven staat nou eenmaal volledig in het teken van het verzorgen van hun geliefde kippen, eenden, ganzen, geiten, konijnen en een hond. En wat kan daar nou mis mee zijn? Het lot van hun dieren is toch echt belangrijker dan die paar toeristen in de achtertuin van hun buurman. En dus moet hij maar eens stoppen met zijn gekwaak. Hij wil altijd bepalen wat je moet doen. En ook beslissen wat je niet moet doen. Nou, dat gaat mij een paar stations te ver. Inmiddels lopen beide partijen behoorlijk op eieren. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser afreist naar Anna Palona om een einde te maken aan dit gemekker. Nou, dit is ons paradijsje. Hier wonen wij met onze pleegdochters en de vele dieren. Ik verhuur 3 vakantiegelegenheden en daar doe ik ontbijtjes bij. En ja, dat heb ik reuze naar mijn zin. Nou, dit is het appartement dan dat ik verhuur. Maar ja, gasten, die gaan gillend weg vanwege dierengeluid. En de herrie, en de ratten en de stank. Ja, en onwijs slechte recensies krijg ik erover. Ik ben er gewoon helemaal zat van. Sinds onze buurman aan het verhuur is geslagen, klaagt hij over met name de haan. Nou, hier slapen de gasten dan. Ja, en 's morgens vroeg worden ze gewoon uit hun bed gekraaid. Als je landelijk woont, dan hoort het gekraai van hanen erbij. Wat er nog bij komt, is dat er een enorme rattenplaag is. Hier. Hier, dat barstel van de maaien. En die gasten die zitten dan op hun bank en die zien gewoon ratten in de schemer lopen. De ratten, die kan ik niet ontkennen, die zijn er. Hup, hebbes. Het is wel een gegeven dat het een landelijk probleem is en ik doe er alles aan. Er zijn al mensen geweest die morgens gewoon al weggegaan zijn. Als dit dus zo doorgaat, dan kunnen we wel stoppen met die hele verhuur. Zo, daar zijn we dan. Het mooie Anna Palona. Nou, niks mis mee. Ruimte zat voor bijvoorbeeld een bed and breakfast of om een tuin vol met dieren te houden. Maar goed, daar horen we de haan al. Die is wakker. Eens even kijken waar we zijn. Dit is dus de boerderij van Jur. En hiernaast is de beestenboel van Ton en Hanneke. Nou, niet te missen. Ik ga eerst eens hier een kopje koffie drinken. Goedemorgen, Victor. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk je te ontmoeten. Dankjewel. Ja, wat woon je hier mooi? Ja, het is lekker rustig. Tenminste, op het hanengekraai na dan. Ik heb ze andere al dieren. Ja, ja, dat snap ik. Ik zou zeggen, trek alvast even de jas aan, want ik wil gelijk even naar de bed and breakfast. En kom ik dan weg met mijn witte gimpies?
Ja. Oké, dus de mensen die komen logeren hoeven niet per se de laarzen mee te nemen? Nee. Het kan natuurlijk wel, want voor de lammetjes melk te geven is het natuurlijk wel handig. Je hebt zelf ook lammetjes? 6 stuks, ja. En hier, Jur, zit dan de beestenboel van de buren? Ja, hier komt het geluidsoverlast eigenlijk vandaan. Wat hoor je dan het meest? 'S morgens vroeg is het erg vervelend met de hanen. Ganzen die zijn ook erg waaks, die reageren natuurlijk ook op elk geluid. Ja, dus de mensen die hier logeren, die worden 's ochtends hoe laat gewekt? Nou, dat is een beetje rond 4. Zo vroeg al? Dan gaat het de hele dag door. Structureel, want ik heb natuurlijk met mijn schapen, met die lammetjes heb ik met melk geven ook geluid. Ja, en het stopt niet, het gaat de hele dag door. Ja, en het is natuurlijk ook die stank. De stank van alle mest en van alle uitwerpselen. Het is erg zuur, het zit er nogal veel. Volgens mij zeker 100. Pardon? Ja. Meer dan 100 beesten? Ja. En 's avonds en 's morgens met schemen, ja, dan bulkt het hier van de ratten. Dat zij veel te veel eten geeft. Het is 's morgens om 10 uur geeft ze eten. Maar wacht even. 'S middags om 2 uur ligt het er nog. Wat zie je dan? Je ziet ratten uit gaten komen. Je ziet ze onder het hek zitten, tunneltjes. En bij die hokken zitten ook allemaal tunnels. Waar die ratten gewoon de hele dag kunnen eten. Maar jij bent bang, vent, dat als men hier 's zomers aan het ontbijtje zit en ze zien ze lopen, dan rennen ze weg en vervolgens krijg jij een... Een negatieve recensie. Dit zijn nu net gasten die geweest zijn. En die geven over dat huisje dus... goede man, goed onderkomen. Alleen jammer van die hanen die de buurman heeft. En hier nog zo iemand. Heel veel dingen, allemaal goed. Alleen hier noisy with chicken, ducks and cheese in the morning. Ik vind het echt niet leuk. Mag ik even over het hekje kijken? Tuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uitziet. Want wat voor beesten hebben de buren? Zwanen, ganzen, kippen, hanen. Oh ja. En het allergekste is dan eigenlijk ook nog dat een deel van die kippen die zijn van mij. Die heb ik al heel vaak om gevraagd of ik ze terug mag hebben. Ik krijg ze gewoon niet meer terug. Maar hoe komen ze daar dan? Als zij 's morgens om 10 uur haar rondje doet en ze gooit dat voer, dan gooit ze dat ook door het hek aan mijn kant. Dus die kippen die zijn eigenlijk daar om het hekje heen gegaan. De kippen zijn fan van de buurvrouw. Ja, die zijn daar gewoon gebleven. Ja. Ik vind haar verschrikkelijk. Het zijn niet haar kippen. Tja. Zullen we anders even naar de mesthoop? Ja, die lag achterin. Ja, ik loop achter jou aan. Mooi. Ja. Oké, dat is hem dan, hè? Ja. De mesthoop. De mesthoop. En waar komt al die stront vandaan? Ja, die komt van de geiten. En er komt ook nog wel het een en ander van die zwanen. En eigenlijk alle vieze stroom met stront, die wordt hier op een hoop gegooid. Ja, en dat moet dan composteren of hoe heet het? Dat wordt een zure prut. Dat wordt een zure prut, ja. En dat trekt dan zo lekker naar de mensen van de bed and breakfast. Met bepaalde wind, dan ruik je dat absoluut. Zullen we anders binnen, Jur, zonder stank? Eventjes verder kletsen over de zaak. Ik heb wat lekkers voor bij de koffie gehaald. Och, lekker hoor. Je zit er goed bij, Jur. Dankjewel. Prima plekje. Ja. Hoe lang zit je hier al? Sinds 2007. En woon je hier alleen? Nu op het moment woon ik alleen. Tenminste, mijn 2 kinderen komen om de week. Want ik ben sinds toch wel een jaar of 3 toch wel in een scheiding geraakt. En hoe lang wonen de buren hier nu? Korter dan ik. Oké. En hoe was het contact tussen jullie toen zij hier net kwamen wonen? Er was samenwerking. Er was gewoon... We luisterden naar elkaar. En natuurlijk waren we verschillend van opvatting qua dieren. Wat is het verschil in die opvatting? Zij is echt een dierenmuts. Wat bedoel je met dierenmuts? Ik heb echt het gevoel dat zij dat dier op een sokkel zet. En ik ben meer zo van, ja, als een kip geen eieren meer legt, sorry, maar dan gaat die naar de soep. Dat kun je. Ja. Ja, als ik zin heb in kip, dan... mijn eigen kippen doe ik niet zo 1, 2, 3 meer. Maar kip is wel meestal zijdig stukje vlees, toch? Even voor mij, ik ga ze zo ontmoeten. Wat voor mensen zijn het? Ja, tot voor kort zijn we erachter gekomen dat mijn kinderen hadden 2 konijnen en die hebben ze allebei vrijgelaten. En die zitten bij de buren al jaren. En wij hadden altijd gedacht, en hun ook, dat ze door een roofvogel waren opgegeten. Maar hoe zijn ze bij de buren terechtgekomen? Ze hebben ze gelokt. Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik absoluut zeker.
Ja, dat de buurvrouw zich zo met mijn dieren bemoeit, dat vind ik helemaal niet leuk. Het zijn mijn dieren en ik vind gewoon, daar moet je van afblijven. Dat moet je niet naar je toe lokken en in de hokken gaan stoppen. Ga maar door. Nou zit jij hier naast mij als redelijk nuchter, maar volgens mij weet je dat niet. Ja, de hele zaak is natuurlijk... Ja, dat doet je zeer. Het is mijn passie om die mensen, om die gasten het naar hun zin te maken. Ik vind het gewoon... Ja, zo ga ik failliet. Ja, dat is best een hele serieuze zaak. Absoluut. Nee. Als dit niet wordt opgelost, nou, dan kan ik wel stoppen. Dan heeft het helemaal geen zin, dit. Absoluut. Nou, het is hem allemaal wat. Ons eigen goudhaantje. Meester Visser komt hier straks naartoe. Wat is jouw eis voor meester Visser? Ja, mijn eis is dat het geluidsoverlast stopt. Dat de stank van de dieren op een andere plek neergelegd wordt, de mesthoop. En dat de rattenplaag echt verdwijnt. Ik snap het. Ik kom jou straks weer halen als meester Visser onderweg is. Dankjewel voor de koffie. Graag gedaan. En het lekkere gebakje. Eet het lekker op. Neem hem op de vuist mee. Top. Tot straks. Nou, jongen, wat een toestand. Gekukel en gekraai om 4 uur 's ochtends. Stankoverlast vanwege de mest. En tot overmaat van ramp ook nog ratten. Niet echt reclame voor een bed and breakfast. En daarom vreest Jur dan ook voor de toekomst van zijn bedrijf. De buurvrouw zou volgens Jur een echte dierenmuts zijn. Maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar die kant van het verhaal. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Dag Victor. Ik kom praten over de ellende met de buurman. Ja, dat kan je wel noemen zo, hè. Mag ik verder komen in paradijs? Verder. Ik zie dat je witte schoenen aan hebt. Ik zal een paar laarzen voor je pakken. Want... Oh, is dat nodig, ja? Ja. Hanneke, goedemiddag. Hey, hallo. Victor, aangenaam. Nou, Hanneke, aangenaam. Ik ben net de duivels een beetje aan het voeren. Ja, is het etenstijd? Zo ongeveer, ze vliegen nou nog even uit. Kijk, we gaan nemen zo'n rondje. Nou, ik heb de laarzen aan. Nou, dat doe je goed. Ik zeg, we zijn klaar voor de rondleiding. Nou. De eerste. Zullen we even een stukje doorlopen naar de Zwanenpoel? Of de Eendenpoel, hoe heet die? Ja, het Zwanenwater of het Eendenpoel. Het Zwanenmeer. Ja, het Zwanenmeer. Daar zitten mijn trots, mijn 4 zwanen. Prachtig zijn ze. Dat zijn eigenlijk mijn wakers. Die slaan aan op het moment dat er vreemde mensen op het erf komen. Ja, en dat is dus waar de buurman zo'n last van heeft. Onder andere. Dat is wat hij zegt, ja. Hij zegt dat hij heel erg last heeft van de haan. Ja. En ratten. Die heb je in de polder altijd. Nou, kijk maar waar ze zijn, hoor. Nee, nu zie ik ze niet. Een kenmerk van een rattenplaag is dat je ze overdag ziet lopen. Oké, dus jullie zeggen dat is niet aan de hand. Nee hoor. En die hanen die kraaien gewoon omdat ze een haan zijn. En dan zitten er een heleboel van mijn buurman zelf, die zitten daarachter. En die zijn allemaal bij mij op het erf gekomen. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Omdat hij ze niet tevreden gaf. Nou, de buurman zegt, zij voert zoveel. En daardoor zijn die kippen allemaal die kant op gegaan. Nou, hij kan goed fantaseren. Onze buurman gaat zeer onzorgvuldig om met zijn dieren. En die hanen waren zo mager. Ze pikten gewoon voer van mijn kippen. En dan kreeg ik wel commentaar van hem dat hij zijn kippen terug wilde. Ik zei, nou, ik zet ze over het hek. Ja, want jij maakt de plofkippen van. Ik zei, jij maakt de gratenpakhuizen van. Hij laat ze doodgaan. Creperen, ja. Maar de buurman zegt dus van, ja, je hoeft ze maar niet te voeren. Nee. Af en toe een beetje bijvoeren. Dat zegt hij ook. En dat heeft hij met zijn schapen ook gedaan. Die voerden hij ook niet. En hij ging ook niet met ze naar de dierenarts. En hij heeft ze allemaal laten doodgaan. Die 5 schapen die stonden daarachter op dat land. En die zaten allemaal onder de miasis. En de miasis is een larve van de groene vleesvlieg. Die kruipt in de huid van een schaap als hij niet op tijd geschoren wordt. De vellen hingen erbij. Hier kun je zien hoe de larven uit zijn lijf lopen. Ja. Het waren prachtige schapen. Hij had ze allemaal dood laten gaan. Waarom heeft hij dat zo gedaan? Ik kan alleen één conclusie trekken, dat hij zijn verantwoording niet neemt. Iedere keer weer opnieuw. De laatste was een grote ram. Dat is een... Dat raakt u, zie ik. Ja. Ja. Ik heb daar iedere keer last van. Nee, je hebt er geen last van. Dat is nou gewoon zo. Goed. Een grote ram die... Die ram die stond daar nog. En nog geen anderhalve week daarna heeft mijn buurvrouw gezien in dat hij hem lokte met brokjes de schuur in. En hij is die schuur nooit meer uitgekomen. En de dag daarna reed mijn dochtertje naar school. En die gaf mij een appje van... Han, er legt een schaap onder een zeil. Ben ik gaan kijken
En wat ik toen zag, dat raakte dus, dat kan ik dus niet zo goed kwijt. Dat schaap had uitpuilende ogen, bebloed, doorbloede ogen en uit zijn tong was dik en hing uit zijn bek. Dat betekent dat hij gewurgd is, hè? Ja. Hoe dan? Hoe zou hij dat... Nou, ja. Met een ketting ophangen. U denkt echt dat hij zijn eigen ram heeft opgehangen? Ja. De mevrouw zei ze, Hanneke, ik heb gezien dat Jur dat laatste schaap in zijn schuur heeft gelokt. En daarna heb ik hem niet meer gezien. De buren zeggen dat je een schaap hebt opgehangen. Ja, dat is te gek voor woorden. Dat heb ik absoluut nooit niet gedaan. Dat is niet waar. Kijk maar aan, want we houden van eerlijkheid. Ik ben er eerlijk in, absoluut. Dat heb je niet gedaan? Dat heb ik niet gedaan. Maar ik weet wel dat ze er heel erg van geschrokken zijn dat ze die dode schapen daar in dat weiland zagen liggen. En dat er ook een paar dagen een schaap aan de weg heeft gelegen. Ja, nou ja, dat is de normale gangbare manier. Als een schaap overlijdt, dan bel je een dienst en die komt hem ophalen. Zullen we anders nog eventjes naar de rest van de beestenboel? Is goed, Victor. Loop ik achter jullie aan? Ja. Wel blij met mijn laarzen, hoor. Dit zijn de konijntjes, Victor. Ja, ik zie het. En dat zijn 4 nesten van de konijntjes van mijn buurman. Stop. De konijntjes van de buurmeisjes. Ja. Daar heb ik over gehoord. Ja. Chilla en Woepie. Chilla en Woepie. En die zijn uiteindelijk bij u terechtgekomen. Hij had ze buiten een ren staan. Ja, en konijntjes graven. En die hadden ze eruit gegraven. Toen heb ik samen met zijn ex-vrouw de konijntjes gevangen en weer in de ren gezet. En uiteindelijk bleven ze ontsnappen. En toen heeft u ze een soort van geadopteerd? Ik heb ze gehouden, ja. Maar wisten de buurmeiden daarvan? Nee, daar heb ik niets van verteld. Van de konijnen hebben we hem nooit verteld. Nee. Niet van die jonkies. Dus het was, hoe heet die beestjes? Woepie en nog wat, Snoepie? Chilla en Woepie en die 4 nesten jonkies. Maar wij hebben hem nooit verteld dat de konijnen verteld van hem zijn. Nee. Zullen we anders nu even naar de mesthoop? De composthoop. De compost. Victor. Ja, dat is goed. Dat is de befaamde... Mesthoop. Hij zegt steeds mesthoop. Oh, ook nog gezellig scheitjes. Hallo. Ja. Geitenbreiers. En wat gooien jullie allemaal op de... Composthoop. Het is een mengsel van stro en hooi. En er zitten geitenkeuteltjes in en konijnenkeutels. De buurman zegt dat hij last heeft en zijn gasten van de stank. Nou. Ik ruik niks. Kijk eens, het is gewoon grond. Trek? Ja. Met regelmaat wordt hier gemest en dan meurt de hele polder. Dus vroeg ik me ook af of Jur alle boeren een proces aan de broek ging doen vanwege het mesten. Want de hele polder stinkt naar mest. Is het al eens bijna uit de hand gelopen? Jazeker, onlangs nog. We kwamen thuis van een dag afwezig. En toen was onze buurman hier op ons terrein. En die heeft hier een hele struikensingel omgezaagd met een motorzaag. Dus tegen onze wil is hij op ons erf gekomen. En toen hebben Hanneke en ik in koor een paar keer gezegd, je moet van ons erf afgaan. En toen stond hij met die motorzaag en hij stond helemaal te schudden. Zo boos was hij. Hier lag een hele bos met takken. En toen kwam hij aanlopen. Gewoon zo. En ik ga op je erf als ik dat wil. Dus hij begon enorm te blazen en met dat ding in zijn hand. Het was heel bedreigend. Ja, dat was niet leuk. En uiteindelijk ben ik achter hem gestaan en als een kapotte grammofoonplaat tegen hem gezet. Joh, ik wil dat je nu van mijn erf afgaat. En uiteindelijk is hij van mijn erf afgegaan. Dus dat het eenmaal opgelost was, dat hij weg was, heb ik binnen no time een hekwerk geplaatst met een bord verboden toegang. Okay, bent u bang geweest? Ik ben sowieso bang van die man. Hij heeft ooit eens een keer gezegd van dat het gemakkelijk zou zijn om vergif neer te leggen. Geiten. Maar, ja, dat heeft hij gezegd en dat boezemt mij angst in. Als ik aan huis af ga, dan ben ik altijd ongerust. En ik kom altijd thuis met de vraag, en heeft hij nog wat uitgevreten? Dat meen je niet. Ja. En als het een nachtdienst heeft, dan durf ik niet naar bed te gaan, want ik ga op de bank slapen. Want ik wil gewoon horen wat er op mijn erf gebeurt. Hij is steeds grensoverschrijdend bezig geweest. En ja, dan slaat bij mij toch de angst om mijn hart. En terecht of niet terecht, ik slaap op de bank. Ja. De buurman heeft als eis dat er een einde komt aan de geluid- en stankoverlast. En dat er een einde komt aan de rattenplaag. Ja. Hebben jullie een tegeneis? We hebben 3 tegeneisen. 1 is contactverbod. Hij moet onze erfgrens moet hij respecteren. Het is niet meer op ons erf. En de derde was... Er komt geen één dier bij hem terug. Duidelijk. Echt niet. Dankjewel voor het gesprek. Even rustig aan. Ik kom er wel weer uit en ik vind het begin wel. Ja, oké. Doeg, dankjewel.
Nou, het is weer een hele interessante zaak vandaag met meer dan 130 kakelende dieren in de hoofdrol. En we kunnen toch wel zeggen dat beide partijen heel verschillend tegen die dieren aankijken. Voor Jur is een kip gewoon een kip en die gaat op een gegeven moment de soep in als hij geen eieren meer legt. En daar moet Hanneke niet aan denken. Een kip wordt bij haar vertroeteld en die mag zo oud worden als hij zelf wil. Het zijn een beetje haar kindjes. Maar er is ook stress. Want Jur heeft echt heel veel last van het geluid. Jur heeft last van stank en van die ratten. En daar moet wat aan gebeuren. En daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft zijn twee experts meegenomen. Een geluidsexpert en een rattenexpert. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Ik ga met beide partijen in gesprek op de oprit van Jur. Hanneke en Ton, zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar voor, Victor. Neem ik jullie mee. Jur. Ja. Mag ik jou vragen om erbij te komen? Ja, hoor. Ver genoeg. Niet verder? Nou, 2 jaar geleden zei Jur tegen mij dat teringwijf wil ik niet op mijn erf. En dan moet ik nu op zijn erf komen. Ton en Hanneke. Dag Jur. Het dierendiefstal pleegouder duo. Ongelooflijk. Laten we even een beetje relaxed beginnen, jongens. Probeer eens gewoon aan de buren uit te leggen waar jij zo'n last van hebt. Nou, waar ik sowieso al enorm veel jaren last van heb, is dierengeluid. En ik heb last van ratten. En ik heb last van stank van mest. En ik heb nog veel meer last dat ik 2 kinderen verdrietig zie waar jullie van konijnen hebben. Die jullie gewoon gelokt hebben naar jullie. Ja, in hokjes duurlijk. Hebben gehad. Ja, jullie kinderen wisten jouw dat konijnen, totaal niet. Jouw konijnen. Hier, jouw konijnen. Mag ik ook even vertellen? Laat de buren ook even reageren. Zijn 3 keer ontsnapt en ze kwamen via de achterkant bij mij op het erf. En? Kan een konijn niet buiten leven? Jij zegt eigenlijk, ik baalde van dat ik dat niet wist. Jullie hebben er bewust voor gekozen om dat niet te vertellen. Ja, want we kregen... Kun je uitleggen waarom niet? Dan krijg je dit soort reacties van hem. Dit is dat typisch... Hij begint te brullen, te schreeuwen. Hij begint lelijk te worden. Nou, gesprek is maar dit. Kun je je voorstellen dat hij daar boos om is? Nee, want hij heeft ze losgelaten. Die niet kinderen hebben het losgelaten. Nog harder, die hebben ervoor gekozen om ze de vrijheid te geven. Je moet nog harder schreeuwen, joh. Ik schreeuw helemaal niet. Ik praat gewoon hard. That's it. Hij vindt zo praten normaal. Ik vind zo praten niet normaal. Zo kan ik niet met iemand. Praten. Feit is dat jij last hebt en jij bent bang voor slechte recensies. Absoluut. Kunnen jullie daarin meevoelen? Nee, hij bergt die gasten van hem bergt die op in dit hok. Dat is een opgeknapte schuur. Dat ding is niet geschikt voor bewoning. Er zit zelfs een bouwstop op. Het is gewoon krijten bullshit. We hebben hier geen boels. Het is een kip zonder kop. Laat hem maar kraaien, laat hem maar kukkelen, echt. Al die jaren zit je me dus te treiteren en te pesten. Al die jaren heb je al die jaren heb jij mij zitten pesten. En pas van sinds 2019 loop je steeds langs het hek heen en weer, val je me lastig. En ja, dan word ik boos, want jij reageert altijd zo. Ja, ik wil even met je praten over dit en dit en dat. Er valt niet met jou te praten, man. Dat hek, daar heb ik 8-9 rollen bamboe voor gekocht om het dicht te zetten, zodat ik jou niet meer zie. Wat krijg ik op jouw hek? Een bordje, er mag niks aan dit hek gemonteerd of Klopt, gedaan worden. Mijn hek. Als ik ging op dat moment ervoor zorgen dat er scheiding was tussen jou en mij, dat we elkaar niet meer zagen. Op je eigen erf. Op mijn eigen erf, ja. Al die dingen staan tegen mijn hekwerk aan. Daar zit mijn geld in, niets van jou. Hier zien jullie dus wat de reactie dus is. Als jij normaal praat, jij verheft je stem. Zij verheft de stem. Echt, je bent een sukkel. Ach. Ik ben er ongevoelig voor, echt. Ik weet wie het zegt, dus ja. Tot slot, wat is er gebeurd met die kettingzaag? Heb jij hun proberen angst aan te jagen met dat ding? Absoluut niet. Kijk. Daar komt meester Visser. Meester Visser, welkom in de polder. Jazeker. Oh, kijk, u bent goed voorbereid, zie ik al. Altijd als je naar het platteland gaat, laarzaam. Welkom in Annapallona. Ja. Kijk. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Dit zijn... Ton en Hanneke, de eigenaars van de dierentuin. En dit is Jur, en die heeft hier zijn bed and breakfast. En de mensen die daar logeren, die hebben last van geluid, stank en ratten. Dus we hebben een boel te onderzoeken. Kan ik u nog ergens mee helpen? Nu even niet, maar straks wel. Ik ga eventjes bij Ton en Hanneke de beestenboel voeren dan. Dan gaan wij nu maar eerst kijken waar de overlast is. Meester Visser, er is een klein dingetje dat moet u nog even solven. Hanneke voelt zich niet heel prettig om hier het terrein op te gaan. Maar dan gaat u toch gewoon mee? Ja, dat zijn niet mee, wou het erf op. Het is gewoon... oninteresse, gewoon van, het is niet belangrijk, het is eigenlijk onbeschoft. Dit is het erf en de bed and breakfast die zit in dit gebouwtje? Ja, onder andere. Oké, de mensen die gaan hier ontbijten 's ochtends? Die kunnen hier ontbijten 's morgens en die zitten in enorm dierengeluid. Vanaf 1 uur of 4 's morgens begint dat. Ja, dat gaat de hele dag door. Zullen we dan even naar binnen gaan? Ja, perfect. Hallo jongens, kukkelen. Makkelijker!
Dag meneer Roelofsen. Dag meester Visser. U bent hier aan het meten. Ja, ik was al het hanig kraaien aan het meten. En het raam staat nu open. Dat zal zomers vaker zijn natuurlijk. En ik ga even Victor vragen. Want het, wat ik nu hoor is eigenlijk het platteland. Victor? Victor? Ja, meester Visser. Ja? We willen even geluid meten. Normaal gesproken moet ik altijd enorm de hanenfluisteraar uithangen. Ja. Dat is nu niet nodig. Maar ik hoor geen ganzen, geen... Nee, ik ga nu proberen om de ganzen een klein beetje enthousiast te krijgen. Ja. Hallo, jongens. Gaan jullie eens even lekker gakken voor meester Visser? En dan moeten we even stil zijn. Even. Gak. Kijk, dat zijn goeie. Dat zijn goeie. Het geluid zelf vond ik meevallen. Ja, je hoort de hanen, maar het is heel gedempt. Goed, u gaat nog verder meten. Ja. Dan gaan we nu naar een volgende onderwerp. Een ongedierte. Gak. De ratten. Waar zitten die? Meester Visser? Ja? Kijk, ze beginnen nu een beetje te gakken. Oh, er is ook een hele vijver. Ja. Oh, shit. De ene gaan eruit. Nee, dat mag niet. Kom. Gak. Oh, shit. Goeiedag. Een goede dag. U bent onze deskundige. De rat-expert, dat klopt. En die zou hier huizen? Nou, ik zou zeggen, kom binnen. Dan kunt u het allereerst ruiken. U ruikt gelijk een bedompte lucht. Ach, ja, kijk het dan. Ja? Ja, je ziet ook rattenkuiten. En je ziet heel veel ratten. Ik schrok van de hoeveelheid ratten drollen en de stank in zijn lood. Echt ongelooflijk. Het zijn allemaal keutels van de bruine rat. En eigenlijk is de conclusie dat hier heel erg veel ratten aanwezig zijn. En wat is veel? Honderden, denk ik. Honderden ratten? Ik was geschokt door de schatting van de ratten-expert. Dat is bizar. Ik heb buiten ook nog een paar opmerkelijke dingen gevonden. Die wil ik u ook graag even laten zien. Oh, dan moeten we even naar kijken. Kom allemaal het bos uit. Hup, schiet op. Kom, terug. Hup, terug. Nee, andere kant op. Terug. Ga terug. Schiet op. Dan zie je hier heel mooi twee rattenholen die naar de buren gaan. En dat is dus een teken dat die ratten echt actief zijn. Ja, maar u heeft ook last van ratten. Ja, alleen ik bestrijd ze heel actief. En hoe doet u dat? Nou, Harneke die zorgt ervoor dat er nooit voer blijft liggen. En ik ben met klem in de weer, met vallen. En ik heb een luchtbux. Ik denk dat Ton wel pogingen neemt om iets aan de ratten te doen. Maar als hij dan een klem zet en er zit een rat in met een gebroken poot, dan gaat ze hem weer opknappen en dan laat ze hem verderop weer los. Dus ja, dat is toch geen oplossen van het probleem van de ratten. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat de emoties heel erg hoog zitten en dat een rustig, normaal gesprek tussen beide partijen eigenlijk niet meer mogelijk is. En dat is ook wel begrijpelijk, want er is in het verleden gewoon heel veel gebeurd. Ik ben wel blij dat meester Visser samen met zijn twee experts grondig onderzoek heeft verricht. Ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen hebben en dat gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting en die vindt hier plaats in het hotel. Ik verwacht van de hoorzitting dat ik in mijn eisen gelijkgesteld word. En eigenlijk hoop ik ook dat we een beter contact gaan krijgen. Mijn grootste angst is dat meester Visser zegt dat ik mijn dieren weg moet doen. En dan ontneem je me mijn levensgeluk. Welkom, we zijn hier in Schagen. En aan de orde is de zaak tussen Jur Dubbelaar en Ton en Hanneke van Zanten. Ja, u woont alle twee heel landelijk. Ja. En u bent tot elkaar veroordeeld. Toch wel, ja. En wanneer bent u er komen wonen? In 2008. En u bent er komen wonen? Gekocht in 2007, maar daarvoor woonde ik al een paar jaar. Dus heel lang waren er geen klachten, tenminste. In 2019 kreeg ik de eerste appjes van Jur dat hij last had van de hanen in verband met zijn gasten. En oplossing gewenst. Is dat zo? 2019? Ja, dat klopt, want dat is natuurlijk de periode geweest dat ik zo ver was dat de gasten ontvingen konden worden. De klanten gingen klagen, toch niet allemaal? Want ik heb ook wat recensies zitten lezen. Er zijn ook mensen die dol enthousiast zijn. Ik heb het natuurlijk ook verpakt in de zin van farm apartment. Maar evengoed is het overgrootste deel die heeft daar moeite mee. Dan gaan we eerst maar toch eens eventjes dat geluid nader bekijken. En ingenieur Roelofsen, ja, u heeft geluidsonderzoek gedaan. Hoe lang? Een kleine week heb ik daar gemeten, sinds vorige week. En dat waren hoge geluidniveaus, meester Visser.
Hoe hard? 75 decibel op de gevel. En wat is het maximum? 60 decibel. En dan denken de mensen thuis, oh, dat scheelt maar 15. Maar nee, zo werkt het niet, hè? Nee, het is logaritmisch. Dus ongeveer een factor 30 te hard. 30 keer 60? Ja. En u heeft er geen last van? Ja, ik hoor ze ook kukkelen. Maar het is niet een vrijwillige keus geweest dat ik al die hanen zou hebben. Had je ze alleen terug moeten geven? Nee, want je maakt ze direct dood. Ik heb verschillende malen overgevraagd. Meneer Roelofsen, het dichtstbijzijnde kippenhok was op 7 meter van de gevel van de buren. En gaat dat veel uitmaken als die hokken meer de andere kant op gaan? Ja, hoeveel meter zou dat verder weg kunnen? Wat is de breedte van uw perceel? Ja, 70 meter. En dan kunnen ze achter onze woning, daar zouden we hokken kunnen neerzetten. En dan denk ik dat je een heleboel geluidsoverlast voor je weghaalt. Maar waarom is dat dan nog niet gebeurd? Omdat ook ik prioriteiten heb, net als Jur. En dat plan om een kiphokken te maken, dat ligt klaar. Als die kippen dan verplaatst kunnen worden, ja, verplaats dan ook die ganzen. Maar ik moet dus al mijn dieren moet ik gaan verplaatsen, omdat jij een bed en breakfast nou gaat ja, het houden. Punt is gewoon dat als je het van tevoren goed over nagedacht hebt, dan had je het anders moeten indelen. Dan had ik jouw kippen niet gehad en nee, jouw hanen niet maar gehad. Maar we gaan nu in rondjes draaien. We gaan naar het volgende onderwerp. U zei dat u last had van een mesthoop. Ja. Ik heb niks gerookt. Maar het kan natuurlijk niet wezen dat er 139 dieren eten en poepen en dat je daar totaal niks van zou kunnen ruiken. Je hebt er toch opgestaan? Je hebt er toch geroken? Dat is een momentopname ja, nu bij deze dan wind. Dan komt meestal de vissen volgende week nog een keer ruiken, maar je ruikt gewoon niks. Misschien kunnen we dit gewoon kortsluiten, want ik had begrepen dat u best bereid bent om die mesthoop ja. compost ja, die willen we best naar de achterkant. Opgelost, toch dan? Drie dagen werk en dan is het weg. Afvinken, die boel. Ja, nou, de ratten. Ik ga gelijk maar even naar onze expert vandaag, dokter-ingenieur Bastiaan Meerburg. Ja. Wat ik heb meegekregen vandaag is dat in de schuur van Jur... Ik dacht eerst dat het allemaal gemorst veevoer was, maar dat het allemaal rattenkeutels. Ja. En dat barsten van de ratten, zei u. Ja. Op het erf van Hanneke heb ik helemaal geen rattenkeutels gezien. Nee, dat klopt. En wat mijn vermoeden is dat zeg maar ze aan de ene kant van het hek gaan eten... en aan de andere kant hun schuilplaats hebben. Dus ik denk dat het eigenlijk een gezamenlijke inspanning zou moeten zijn... waarbij je dus in kijkt van nou, hoe zorg je ervoor dat de dekking die ratten hebben... zoveel mogelijk beperkt wordt. Ja. En hoe zorg je dat je de omstandigheden eigenlijk wegneemt... Hè, de schuilplaatsen en het voer. Meester Visser, ik voer om 3:30, 4:30. En zodra er om 4:30, 5:00 nog voer ligt, haal ik het weg. Maar u kunt er niet op je knieën elke... Ja, ik haal heel veel kul. Weg. Dat is echt weer een Pinocchio verhaal. Ik haal alles weg. Ik had begrepen dat u een brief van uw dochter. Ja, het is eigenlijk een brief van mijn oudste dochter... die in de scheiding enorm veel steun aan haar konijn heeft gehad. En op een gegeven moment heeft zij ervoor gekozen... ik zet even mijn bril op... om Chilla als een soort acceptatie van de situatie van de scheiding los te laten lopen. Dus... U begrijpt dat er dus bekend werd dat dat konijn bij de buurvrouw... in een hokje van 1x2 op stro loopt. Dat het voor mij een enorme druppel was in de al volle emmer. En dat vind ik gewoon bizar voor woorden. Dat diertje werd losgelaten samen met het mannetje. En uiteindelijk is hij van het terrein van Jur, zijn ze verhuisd naar ons terrein. Tot niet nu veel later was er nog geen probleem. En niet veel later kwam er een... Maar u wist dat het konijn van de buren was. Ja, daar gaat het om. En er is niks gezegd. Toen waren wij al helemaal niet meer op speaking terms. Eer. Dat is flauwekul. Drie keer jij hebt mijn WhatsApp. Jij hebt met de kinderen gewoon WhatsApp. Wat nou opgesloten? Ze zaten in een rennetje gestuurd. Maar waren niet uw konijnen. Nee, maar ze kwamen wel met de jonkie. Het is gewoon ik van weet de hoe zotte. Jij, ik weet hoe dat jij met je dieren omgaat. Kinderen dat, is, afpakt. Dat is inderdaad zo. Jij gaat echt. Zo met je dieren om dat ik niet tegen jou dat zeggen. Dat heeft daar niks mee te maken. Ja, die konijnen hadden gewoon... Je laat je kippen verpieren, je laat je schapen... Zijn laat je winterhard. Kreperen. Het weken heb ik tegen een dood schaap aan moeten kijken... wat je uiteindelijk met petroleum in de brandstak... Dat toch dit uit soort je, dingen zo in jouw hoofd leven. Het is bizar. Goed, het is mij helemaal... Never ending story. Is mij helemaal duidelijk. Ik ga erover nadenken. Ik zie u straks terug. En goed zo. Dan zal ik een beslissing geven in deze zaak. Goed. Ja? Ik zie u straks. Dag. Als dit niet wordt opgelost, nou, dan kan ik wel stoppen. Dan heeft het helemaal geen zin, dit. Hij heeft zoveel leed veroorzaakt bij dieren... wat helemaal contra mijn gevoel is.
Ik wil helemaal niets met hem te maken hebben. Kijk, jullie zitten hier gewoon aan een lekker... hapje. Hapje. Niet vegetarisch. Ik ben helemaal geen vegetarisch. Ik vind een stukje haas heerlijk. Lekker. Maar nee, mijn eigen diertjes zal ik nooit opeten. Als één ding voor mij duidelijk is geworden vandaag, is het jouw liefde voor de beest. Fijn. Hoe is het gegaan voor jullie gevoel? Redelijk, ja. Ja. Ik zie aan je hoofd dat je er helemaal klaar mee bent. Oh, schat, ja. Ik moet de vraag toch stellen. Stel dat meeste vissen nou beslist dat er een paar hanen zouden weg moeten. Doe dat. Kijk, daar zit hij. Ja. Hoe is het gegaan, man? Je had veel te vertellen. Ja, het is een beladen toestand natuurlijk. Wat denk je dat meeste vissen gaat beslissen? Ik hoop natuurlijk dat het teruggebracht wordt naar één haan. Of ja, het gaat dat zou al heel veel schelen. De meeste vissen zitten te broeden op zijn uitspraak. En nog een paar minuten geduld en dan weet je waar je aan toe bent. Dames en heren, na een lange emotionele dag met heel wat gekakel, gemekker en af en toe wat haantjesgedrag, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser er nou voor zorgen dat de rust terugkeert tussen deze twee buren? Ik wil u allemaal vragen om te gaan staan, voor zover dat mogelijk is uiteraard. Want ons haantje de voorste, ja, het is een biologisch wonder, heeft zijn eigen legt. Mag ik een warm applaus voor meester Frank Visser. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak tussen Jur Dubbelaar en Ton en Hanneke van Zanten. Ik begin met de geluidsoverlast. Voldoende gebleken is dat de door Ton en Hanneke gehouden dieren, met name de hanen, dusdanig veel geluidsoverlast veroorzaken dat juridisch gezien sprake is van onrechtmatigheid. Ik zal daarom bepalen dat Ton en Hanneke binnen 3 maanden na vandaag hun kippen blijvend moeten onderbrengen aan de meest noordelijke grens van hun perceel, in 1 of meer kippenverblijven die zijn voorzien van een behoorlijk geluid- en lichtdichte nachthokken. Het door hen gehouden aantal hanen moet daarbij binnen die periode worden teruggebracht tot 3, wat ruim voldoende is voor de thans gehouden kippen. Dit alles op straffen van een boete van €100 per dag per overtreding met een maximum van 10.000. De stankoverlast. Ik heb geen stankoverlast kunnen waarnemen en het door Jur aangewezen mest of composthoop, hoe je het wil noemen, rook niet vies. Nu Ton en Hanneke echter bereid zijn om deze hoop te verplaatsen, zal ik ze wel aan die toezegging houden. Het ongedierte. Voldoende gebleken is dat er op het perceel van Jur sprake is van een rattenplaag. Nu wil ik zonder meer aannemen dat deze ratten graag komen eten op het erf van Ton en Hanneke. Maar tegelijkertijd is het waar dat deze dieren een welkom onderdak genieten in de met rommel volgestouwde loods of schuur van Jur. Daarom ben ik van oordeel dat het nu primair aan Jur zelf is om de nodige rattenwerende maatregelen te nemen op zijn eigen erf. Pas als dat is gebeurd en de rattenplaag desondanks toch aanhoudt, dan kunnen misschien aanvullende maatregelen worden geëist van de buren, zoals nu. Maar daar is het nu te vroeg voor. Er is nog gevraagd om een contact- en toegangsverbod. Voldoende aannemelijk is geworden dat Jur zich in het verleden zonder toestemming van Ton en Hanneke op het perceel van laatstgenoemde heeft begeven. En gelet op de gespannen verhoudingen was dat natuurlijk niet de bedoeling. Dat mag Jur dus niet meer doen, want doet hij het toch, dan verbeurt hij een boete van €500 per keer met een maximum van 10.000. Niet meer doen dus. In het verlengde daarvan lijkt het me inderdaad het beste dat partijen geen contact meer met elkaar hebben. Een contactverbod dus. En daaraan zal ik ook een boete verbinden van €500 per overtreding. Want dat is cruciaal in deze zaak. Ik wil geen gemekker meer horen, zou ik haast zeggen. Niet meer praten, nergens voor nodig. Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou Jur, goed nieuws voor jou in die zin. 14 van de 17 hanen moeten weg. En daarmee lijkt de toekomst van je bed and breakfast gered. Ik ben er absoluut blij mee. Het gaat enorm veel geluid schelen. Ga ik even naar deze kant. Ik neem aan, Hanneke, vooral dat het afscheid jouw pijn zal doen. Wat denk je? Heb je al enig idee waar ze naartoe zullen gaan? Nou, er is een opvang. Dat kost €100 per haan. Dus dat betekent €1400? Dat betekent €1400. Op vakantie kan niet meer. Ik ga nooit op vakantie, Victor. Je hebt geen vakantie in de achtertuin. Ja. Dus dat wordt als mijn buurman zich rustig houdt. Nou, dat gaat hij doen, want er is een contactverbod. Prachtig. Daar gaan we ons aan houden. Ja, absoluut. Dan ben ik blij dat we er vandaag waren. Dan hoop ik dat jullie blijven genieten
van jullie kleine paradijsjes die jullie allebei voor jezelf hebben gecreëerd daar in die mooie polder. Vergeet niet, je hebt veel ruimte. Hou het leuk en ga ervan genieten. Dat gaat lukken. Dank je wel. En nu in de zaal, allemaal bedankt voor uw komst en nog een hele fijne avond. Dank je wel. Zo, meester Visser. Nou, het zit er weer op. Het was een pittige, maar ik heb er vertrouwen in dat het rustig blijft op het platteland. Nou ja, in zoverre dat mogelijk is. Hè? Want één tip, als je rust wil, ga niet naar het platteland, want het is altijd lawaai. Ja. Nou, zit u nou thuis te kijken en wilt u ook heel graag rust in uw leven? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen ze snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het weer op. Zoals altijd. Bedankt voor het kijken weer. Fijne avond en tot volgende week. Ja. Oh, ik begin te knorren hoor. Ja, ik heb honger. Wat gaan we eten? Nou, ik zat te denken aan een kipsteetje, maar dat durf ik niet meer. Nee. Vega schijf? Ja, lekker.